Nog 45 minuten en dan beginnen de Oranje Leeuwinnen aan hun derde groepsduel tegen de Belgen. Maar nu eerst is het tijd voor dag 10 van EK Daily. Tot en met 6 augustus zijn we er elke avond om 8 uur om je helemaal bij te praten over het EK vrouwenvoetbal in Nederland. Ja, en elke avond hebben we nieuwe gasten en ja, een hele nieuwe bank vanavond met Tessa Veldhuis, Pieter Kuipers en Wietse van der Goot. Wietse, jij als ja, de grootste voetbalfan van Nederland, zo kan ik wel omschrijven. Dankjewel, mooi ben ik. Hoe erg volg je het vrouwenvoetbal tijdens dit EK? Nou, om eerlijk te zijn, niet zoals de grootste voetbalfan van Nederland dat zou moeten doen, denk ik. Nee, weet je, ik heb beide wedstrijden van Oranje met heel veel interesse en plezier bekeken. Maar die andere wedstrijden voornamelijk toch wel gewoon in samenvatting. Ja. Want jij hebt regelmatig commentaar gegeven bij de Oranje Leeuwinnen. Zeker, ja. Ik heb een paar jaar bij Fox Sports gewerkt. En die hebben op een gegeven moment de hele WK-kwalificatie gedaan. En toen heb ik toch zeker een stuk of 15 interlands Oranje commentaar gedaan. Die ploeg is nog redelijk intact trouwens. Schoot me één goal door mijn hoofd. Ik weet niet zeker. Volendam Stadion, de goal van Miedema. Ja, ik vond je commentaar daarbij fantastisch. Ik hoop dat jij het ook, was. En ook. Anders is het hulde aan de commentator die dat zei. Maar dat schoot even door. Maar Sorry. Krullen in een verre hoek. Oh ja. Maar we gaan hem straks opzoeken. Ja. Tessa Veldhuis. Oud topsporter, maar geen hockeyer. Want er worden allemaal vragen aan je gesteld. Hoeveel interlands heeft deze oud hockeyster gespeeld? Hockeyster? Ja, ik hoor het toch wel wat vaker, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar ik ben geen hockeyster. Nee. Nee, want wat heb je gedaan? Gerugbied. Ja, de Sevens, toch? Sevens rugby, ja. En het grote doel was Rio, 2016? Ja, hebben we helaas niet gehaald. Wel een hele hoop andere toffe toernooien gespeeld. En het mooie rugby een beetje op de kaart gezet in Nederland, soort van. Ja. Het is maar Rio niet gehaald, helaas. Nee, en tegenwoordig presenteer je. Doe je allemaal dingetjes, toch? Nou, hier dus op de bank? Nee. Nu als voor het eerst als analist, toch? Ja, nee, dat is er een beetje bijgekomen en een beetje ingerold. Maar superleuk om te doen. En zoveel mogelijk met sport, want dat is toch wel uiteindelijk waar mijn grote passie ligt. Ja. Hoe kijk jij nu tegenaan tegen deze Oranje Leeuwinnen? Ontzettend veel respect. Sowieso sport, topsport. En eigenlijk alle Nederlandse vrouwenteams nog een beetje meer. En uiteraard dus ook de voetbaldames. Het voelt een beetje alsof het toch nog collega's zijn of zo. Dat klinkt misschien een beetje gek. Ja, je bent toch, je speelt allemaal voor je land als vrouw. En daarmee, ja, dus ik ben een groot fan. Zeker. Groot fan. Nou, dat denk ik ook dat ik dat van jou kan zeggen, Pieter Kuipers. Natuurlijk. Toch? Ja, jij bent echt een heel groot sportfan van alle sporten. Maar dan moet je dit ook wel kunnen omarmen. Nee, zeker. Ik in alle facetten ook. Ik vind het echt leuk. Een paar jaar geleden in Den Haag Stadion, Kyocera Stadion, nu Cars Jean Stadion. Heel goed. Ja, ja. Zit in de marketing, denk je? Ja, misschien wel. Goeie deal gesloten, 3 jaar. Dat was een hele goede Twitterberichtje ook over Cars Jeans. Twee branche sectoren. Ja. Nou, sorry. Klein zijstap. Maar toen ook die weg naar het stadion toe. Die gezinnetjes. Ja. Jongetjes en meisjes. Hè? Dus niet alleen maar meisjes met papa of mama. Nee, gewoon echt gezinnetjes daar naartoe. Dat geschreeuw in het stadion als die bal überhaupt al over die middenlijn gaat. Ik kan er echt op een andere manier van genieten. Dan denk ik echt van ja, er is hier een andere doelgroep. Het groeit als kool. Ja. Letterlijk, het is groter dan hockey inmiddels. Hè? Meisjesvoetbal. En dan rugby. En dan rugby. Ja. En dat maakt het wel heel erg uniek. En wat ook wel mooi is dat het niveau ook meegroeit met de jaren. Ik zei het net tegen Tess. Ik zeg tegen Tess, die doelgroep van dames die er nu speelt, die zijn allemaal begonnen op een zesde. Ja. En in de tijd hiervoor waren er toch gewoon meisjes die op 10e of 12e begonnen. Ja. Dat zie je nu terug. Die eerste jaren in je ontwikkeling zijn heel belangrijk. Ja, ik denk dat deze generatie, of misschien eigenlijk nog wel de generatie die nu aankomt, die zijn echt gaan voetballen door de Daphne Kosters, de Anouk Hoogendijks.
Die er nu aankomt, ja, denk ik. Die, ja, die er nu aankomt. Ja. Deze zit er een beetje tussenin. Ja. Ik denk dat zij al keken naar de Eredivisie, die voor mij in 2008, 2009 begon. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja. En, maar dat is wel mooi, want het is echt een doorbraak in het voetbal. En die Eredivisie heeft echt nog even nodig om volwassen te worden. Om nog om commercieel aantrekkelijk te worden. Ja, sorry, zo kijk ik er dan een beetje. Ja. En dan hebben ook echt Feyenoord en bijvoorbeeld nodig, zodat die Eredivisie competeerd wordt. Maar dit zou wel eens die tweede doorbraak kunnen zijn. Als Nederland succes gewoon doorzet nu, ja, dan hebben we zometeen echt dat internationale voetbal waar die dames eigenlijk allemaal al spelen. Dan worden het echt voorbeelden en kan die tweede groeistuip komen, zeg maar, voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. Dat zou echt mooi zijn. Ja, is voor jou ooit een optie geweest om te gaan voetballen? Heb je gevoetbald? Nee. Nee, ik moet je eerlijk zeggen, ik zocht... ik ben ook heel erg goed. Nee, ik zocht toch wel een beetje de wat apartere sport. Daarom is het ook rugby geworden. Want we hebben natuurlijk beeld van jou, want je hebt meegedaan aan Highkicks. Laten we even kijken. Kijk, uitstekende kledingkeuze ook voor hooghouden. Was je er tevreden over? Ben je rechts trouwens? Kijk, dat ging niet hoor. Ben je rechts? Goeie vraag. Ik kijk even naar de voetbalanalisten. Dit is een typische vorm van de oogt rechts, toch? Dit oogt als de presentatie van Theo Hernandez bij Real Madrid. Ja, die kon ook niet zo hoog. Het is echt verschrikkelijk. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik zei het toen we het filmen, zei ik, oh wee als jullie dat fragment erin stoppen. En wat doen ze uiteraard? Dat ik neem contact op met de regisseur. Kijk, die dat ik dacht, vrouwenvoetbal, we gaan eens even testen of ze niet gewoon net als de hockeysters in rokjes moeten voetballen. Ja. Is niet het geval, beter niet. Kun je beter doen. Vind je dat wel, dat het eigenlijk moet? Nee. Nee, hè? Maar wel een beetje getailleerder, absoluut, toch? Ja, we hebben onze eigen Leonne Stentler, die is natuurlijk Leona begonnen. Hè? Speciale kleding voor vrouwenvoetbalsters. En voor mij gaat het ook loopt het als een trein. Hè? Er zijn wat ploegen in de Eredivisie die dat nu dragen. Weet je, je mag het toch leuk uitzien? Überhaupt, hè? Als sporter. Ja. En zelfs werk ik ook in de mannenvoetbal. Als er een uitenue is wat ze mooi vinden, leuk, fijn dragen. Italianen. Het was bij ons als rugbysters helemaal aan het begin, toen we nog allemaal niet zo professioneel was. Ik bedoel, het is toch fijn als je goed zit als vrouw, zeker. Hè? Dat is allemaal. Je wil gewoon dat het mooi, dat het getailleerd is of dat soort dingen. Het hoeft geen rokje te zijn, uiteraard. Nee. Maar het moet wel. Het moet wel gewoon even mooi zitten. En dat is best wel een stap, hoor. Dat is in eerste instantie. Zaten wij echt in zulke shirts. Dat was verschrikkelijk. Dat is wel een mooi voorbeeld trouwens van de progressie die dit elftal gemaakt heeft. Want elk shirtje een ander dingetje. Dat viel mij trouwens. Toen ik die wedstrijden commentaar deed, dat is een jaar of drie geleden, denk ik nu. Toen droegen ze nog het oude Nederlands elftal shirt. Liepen ze nog achter de feiten aan. Ja. Inmiddels zijn we al zover dat Nike en de KNVB samen van een leeuw een leeuwin maken. Dat zelfs prachtig. Het shirt dat al actueel is nog een keer veranderen. Ja. Dat zegt ook wel iets. Een grote stap. Dank ook voor alle vragen die nu binnenkomen over de oranje leeuwin. Daar gaan we het zo over hebben. Want over grote stappen gezet, als we kijken naar bijvoorbeeld de wedstrijd van gisteravond. Engeland-Spanje, ja, die lopen nog wel een paar jaren voor op ons, hè Pieter? Volgens mij het Engels voetbal sowieso. En dat zie je ook in de bedragen die erin rondgaan, ja. Ja, want je ziet in Spanje bijvoorbeeld wat heel interessant is, dat bijvoorbeeld een Barcelona, een Atletico Madrid, die omarmen echt het vrouwenvoetbal. En dat zien we in Nederland eigenlijk nog niet echt. Nee, de beste speelsters vertrekken uit Nederland allemaal. Ja. Voornamelijk naar Engeland. Ja. Wat vind je van de regel dat het in Engeland, de Engelse bond heeft gezegd, speel je in Engeland, dan krijg je naast je salaris nog 30.000 euro vanuit de Engelse bond. Gewoon om ook de Nederlandse? Nee, zeg maar de Engelse speelsters. Okay. Wat vind je dan van zo'n regel? Heel goed. Ja, jaloersmakend. Ja, dat is dus überhaupt wat Londen 212 gedaan heeft voor überhaupt het Engeland sportland. Ja. Ja, dat is waanzinnig. En dat zijn wij in Nederland zo verschrikkelijk klein, denken wij. Ja. Weet je, we stellen kunst voor 70 miljoen. En dat vinden we allemaal heel belangrijk. En sport, dat blijft in Nederland een ongeschoven kindje. Dat is ongelooflijk, want wat sport allemaal eigenlijk kan betekenen voor een samenleving. Ja, en datzelfde geldt hier weer voor het Nederlands voetbal. Ja, wat moeten we nou doen? Want terecht wat Wietse zegt, bijna alle speelsters van het Nederlands team, die spelen in het buitenland. Hoe moeten we er nou voor zorgen dat die weer terugkeren in Nederland? Of dat ze in ieder geval langer in Nederland blijven? Ik denk dat jij degene bent als marketeer die vraag moet beantwoorden. Want dat zal absoluut met geld te maken hebben. Of is het de voetbalbond die andere prioriteiten moet stellen? Maar stap 1 eigenlijk, dat ze allemaal in het buitenland spelen, is eigenlijk echt heel goed nieuws. Ja. Vind ik. Want als je kijkt naar bij ons rugby bijvoorbeeld, om toch maar.
dat begint nu pas te komen. Dat er in Nederland, hè, dames, maar ook bij de heren al ietsjes langer, dat ze naar het buitenland gaan. En dat is goed nieuws, want daar begint het toch mee. En daarna pas is een logisch vervolg dat het uiteindelijk mooi zou zijn als het in Nederland groot genoeg is om net zoveel te kunnen bieden aan geld en dat soort dingen aan de spelers. Maar in eerste instantie is dit eigenlijk al een hele positieve, hoopvolle stap, toch? Lijkt mij. Dat al die meiden voor ontzettend veel geld naar... het maakt niet eens uit voor het geld, maar naar goede clubs worden getransferd. Dat ze prof zijn. Dat is toch al fantastisch? Maar moeten we het... Ja, is dat, ja, het is natuurlijk dubbel. Want je wilt natuurlijk dat ze in de top gaan spelen. Ja, het stroomt wel door. Ja. Ja. Want het gaat, als het goed is nu, hopelijk dan inderdaad voor die tweede groeistuip zorgen. Ja. En dan zie je dus dat er nog meer kinderen in voetballen, nog meer aandacht komt voor training, opleiding, nog meer sponsoren. En dan hoop ik dat je dat weer... Hangt er vanaf waar de KNVB ook op inzet. Willen die een sterke nationale ploeg, waar de spelers allemaal op een zo hoog mogelijk niveau spelen, of willen ze een sterke competitie? Ja, precies. Ja. Keuzes. Hoe ver ben je? Je hebt nu vakantie. Hoe ver ben je met je voorbereiding voor dit nieuwe seizoen als commentator? Nou ja, gewoon alles volgen en blijven volgen, weet je. Ik heb er voor ontzettend veel nieuwe zin nieuwe regels? Oh. Nee, nu komt de test. Ik heb de handsbal gezien en ik heb nog eventjes nagezocht. En waarom volgens werd de regels? Volgens de regels zou dit inderdaad geen penalty zijn. Ik zag het ergens voor mij in een Engelse krant, de Van Basten Rule. Ja. Marco van Basten schijnt initiatiefnemer te geweest zijn van deze nieuwe regel. Ja. Dat die via de eigen bovenbeen op de arm komt, dan is het geen hands. Zo zag ik hem omschreven. Als dat zo is, dan is het uiteraard dus helemaal geen penalty. Nee. Maar er is ook zo'n regel van ball to hand of hand to ball. En hoe ver de andere speelsters in de buurt waren van de situatie. Kijk, het was zo'n overduidelijke handsbal. Normaal gesproken wordt die altijd gegeven. Bij de mannen ook en bij de vrouwen ook, denk ik. Maar volgens mij, als je de regeltjes er heel precies op naloopt, was het nu geen penalty. Nee. En het was wel mooi, want heel Spanje dacht, we krijgen een penalty. En ja, eigenlijk één vrouw appelleerde en toen was het ook weer klaar en toen ging die wedstrijd door. Zonder te protesteren ook. Want ze legde het uit en toen stond ze erbij en toen dacht ze, oké, ja, klaar. Engeland wel de grote favoriet na twee speelronden, als we de 16 teams in actie hebben gezien? Ik heb niet alles gezien, maar ik heb het heel even een beetje te kijken en wat ik ook hoorde bij ons op kantoor, ja. Ja. Wietse? Ook te weinig voor gezien tot nu toe? Ja, de samenvattingen dus. Ik vond Duitsland ook wel aardig goed overkomen eigenlijk. Duitsland ja. ook? Ja. Ja, ondanks dat ze nog niet echt heel veel imponeren. Maar wat je ziet wel, en nogmaals, dat is dus een samenvatting, dus eigenlijk heb ik niet heel veel recht van spreken. Ja. Is wel dat voetbal wel op een redelijk hoog niveau gespeeld wordt. Strakke passes, weet je, de goede keepster. Dat zijn allemaal wel dingen die wel echt belangrijk zijn. Ja. Ja. Hoeveel had jij bij high kicks eigenlijk? Wat was jouw record? Waarom moet dat nou weer? Nee, maar 8. 8. Okay. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik zei toen in dat filmpje, zag je dat ook al. Ik vond het zelf, ik had van tevoren bedacht, ik kan dat drie keer hoog houden. En ik had gewoon 8. Nou, dat is toch hartstikke goed. Dus voor mijn doen, ik kan heus wel een potje voetballen. Want je bent gewoon een sporter. Maar hoog houden is gewoon echt een technisch dingetje. Wat je gewoon hebt moeten oefenen. Toch? Als kind al, weet ik het. Dat heb ik nooit gedaan. Nee, sorry jongens. Ik had vandaag er maar 8. Maar vandaag was het de beurt aan een danseres. Vivian Gomez Cardozo. En laten we kijken hoe zij het ervan afbracht in High Kicks. Vivian Gomez Cardozo. Hi. Ja, leuk dat je meedoet. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Mensen die het niet kennen, zoek even op YouTube op. So You Think You Can Dance, Fort Boyard, musicals. Ja. Dat heb je allemaal gedaan, hè? Kinderen voor Kinderen heb ik ook vroeger gedaan. Als je wilt lachen, kun je dat terugzien. En na vandaag kun je ook dit terugzien. Zo, dat wordt wel... Dat wordt wat, hè? Ja, ik pak er helemaal niks van, man. Hoe vaak ga je halen? Ik denk 2, maar ik ga voor de 3. Ik zou zeggen, deze handicap, want het is een handicap, moet je uitvoeren tijdens het hooghouden. Oké. Okay. Breng een muzikale ode aan de Oranje Leeuwinnen. Oké. Okay. Ja, dus dat betekent... een liedje zingen, want dat kan jij ook, hè? Ja, maar ja, ik denk dat het nu wel even lastig gaat zijn. Worden! 5 keer, lieve mensen. En 5 keer? Ja, wow. Eerlijk is eerlijk. En je zei... Ik heb mezelf overtroffen. Out.
Well, sometimes I go out. Ja? Gaan we even halen, ja. Ja, het is gewoon een feit. Ik kan hier gewoon niks mee. Nee, het ging niet lekker. Wat ging er nou niet lekker dan? Ja, ik heb geen connectie met de bal. Je voelde de vibe niet van de bal? Nee. Dat vind ik wel jammer. Ja, ik heb wel mijn best gedaan. Het is gewoon niet voor mij. Thanks. Doei. Ja, de vrouw met de allermooiste naam in het klassement staat wel op de laatste plaats. Vivian Gomez Cardoso op 5. En, ja, geluk hè, dat is toch die topsport in jou. Ja, het is zo goed dat ze het niet hoorden net. Ja. Ja, ik vind het wel mooi dat ik niet op de laatste plaats sta. Maar ik vond, ze deed het supergoed natuurlijk. Maar ik ben wel stiekem blij dat ik niet meer op de laatste plek sta. Nee, maar jullie zeiden het verschil tussen Tessa en Vivian is dat Tessa wel echt affiniteit had met de bal. Wat Vivian terecht zei ook. Ja, ik voelde de vibe niet met de bal. Geen connectie. Ze had geen connectie met de bal. Zo mooi. Ga je die nog een keer gebruiken dit jaar in je commentaar? Dat zou ik als iemand een bal niet aan... Afgesproken. Houden we aan. Ik vind het een beetje Vlaams eigenlijk om te zeggen. Dan heb je het allemaal aan Vivian te danken. Ondertussen... Ja. Mijn twee favoriete vrouwen van dit programma. Laat het Sanne van Dongen niet horen. Nee, je moet eentje kiezen, Lee. Je moet eentje kiezen. Ja, dan kies ik na de fantastische gesprekken, kies ik voor Leonne Stentler. Fantastische EK, het kiesje van mij, helaas. Nee. Jammer dit, Niel. Ik moet weer beginnen. Ik begin een beetje in herhaling te vallen. Jullie, ja, zwaar jaloers. Jullie staan weer voor het stadion nu. En jullie mogen zo ooggetuig zijn van, ik denk, een hele mooie wedstrijd. Ja, we hopen het, maar we weten het niet. Nee, dank je. Heel goed, vrede dat je het nog niet weet. Goeie analyse, hè? Hoe is de sfeer daar? Ja, het is goed. Het is druk weer, hoor. Rijen dik gewoon. Elke ingang is helemaal vol. Half uur in de rij moeten staan om überhaupt binnen te komen. En de helft Belgen, dat vind ik ook wel heftig. Ja, word je nou herkend als presentatrice van dit programma, VV Kicks? Of van die zomerhit? Er waren net echt serieus meisjes die aan het roepen waren. Prezia! Ja. En wilden ze even met op de foto. Maar dus dat komt door die EK-hit, denk ik. Door die EK-hit. Ze vroegen al, maar kun je nog één keer dat geluid maken? Maar ja. Kan ik niet op commando. Nee, twee verrassingen bij de Oranje Leeuwinnen in de opstelling. Eén zagen misschien wel aankomen. Stephanie van der Gracht die start in plaats van captain Manny van den Berg. En dan op rechtsback Lisa van der Most in plaats van Desiree van Lunteren. Ja, ik heb gisteren helemaal verkeerd lopen analyseren. Ik had hem niet verwacht eigenlijk, maar ik ben heel benieuwd hoe ze het gaat doen. Het is allebei denk ik wel een beetje om het even. Ze zijn al hele andere speelsters, maar... Vorige week waren wij natuurlijk in Zeist en toen zagen we wel dat Desiree niet helemaal lekker liep. Dus nee. Misschien heeft het daarmee te maken. Ja, maar is het een logische keuze? Ja, weet ik niet. Ik denk dat Lisa beter kent. Lisa heeft wel een beetje wisselvallig gepresteerd in Nederland zelf al. Ze is wissel geweest bij Ajax dit seizoen. Ja, ze heeft wel tegen wie was dat? Brazilië? Nee. Ja, ze heeft op de Algarve Cup heel goed gedaan. Dus ja, ik hoop dat ze... En volgens mij tegen Oostenrijk was ze ook best wel sterk. Dus ik hoop dat ze er gewoon lekker in zit. En ik denk dat ze gewoon heel goed getraind heeft en dat ze daarom het vertrouwen krijgt. Ja, tot slot, hoe groot is deze klap voor Manny van den Berg? Ja, ik denk dat ze het wel een beetje aan zag komen. En ik denk ook wel dat er goed over gesproken is. En Manny heeft wel echt een topsportmentaliteit. Dus als zij zoiets heeft van ja, dit is beter voor het team, dan kan ze het wel accepteren. Maar ik hoop alleen maar voor Manny dat het gewoon goed staat vanavond. Dan is het iets makkelijker te accepteren, denk ik. Dan dat ze er vanavond afgaan. Want dan is het wat als. En dan blijft het ook zo. Okay, korte voorspelling van jullie twee? Ik denk, ik hoop op een hele attractieve wedstrijd, maar ik denk 0-0. Ik ga voor 1-1. 1-1. 1-1. Ja, goed. Mooi dat jullie het ook altijd met elkaar eens zijn. Heerlijk duo. Ja, zijn helemaal eens. Ja. Geniet ervan, hè? Thanks. Yo, succes. Doei, doei. Hoi. Hoe was dat bij jou, als jij een keer niet speelde? Dat moet je eigenlijk natuurlijk, ik speelde altijd. Nee, absoluut niet. Zeker niet. Ik bedoel, hoop je dan dat je vervanger het goed doet? Of denk je stiekem, laat er een fout maken? Nee, je hoopt, je vervanger. Dus jij bent normaal basis en daarna, oké. Eerlijk. Nee, je hoopt eigenlijk altijd dat je wint. Tenminste, ik hoop dat het team wint. Dat had ik wel echt heel sterk. Dus het team boven je eigen glorie. Zeker.
Is dat stom als ik dat zeg? Nee, toch? Nee, maar daarbinnen hoop je wel weer op een fout van je concurrenten, dan neem ik aan. Dus dat je wint met. Nou ja, dus 48, precies. Oké, we winnen en vervolgens hoop je natuurlijk wel weer dat jij je daarna kan bewijzen. Of precies. Dat je tegenstander of jouw concurrent wat minder doet. Maar ik vind het wel logisch dat je toch de winst voor het team voorop stelt. Ja, toch? Ja. Ja, zeker. Wel? Ik denk dat dit mijn zwakte was. Jij was de ideale schoonzoon. Je hebt gewoon gelijk. Ik ben gewoon te langzaam. Ja? Nee, ik kon wel dingetjes, maar nee. Ik had volgens mij altijd vrij goed door, vrij objectief wie er zou moeten spelen op dat moment. En alleen in voetbal had je soms wat blinder mogen zijn. En gewoon voor je eigen kansen moeten gaan, ja. Als ze vandaag verliezen, is het ook gewoon klaar. Dus dan heeft niemand er meer wat aan. Nee, dat is waar. Nou, ja. Ik bedoel, kom op. Weet je, we hebben het allemaal gezien, hè. Ja, maar Van der Most, laten we het daar even over hebben. Was sowieso zeer verrassend dat ze meeging. In de cruciale fase van de Ajax-vrouwen dit seizoen, toen ze om de dubbel streden, speelden ze niet. Zat ze op de bank. En ja, nu staat ze er opeens op een EK. In de belangrijkste wedstrijd tot nu toe. André Ooyer. Ja? Ja. Nou ja. Die had een schat aan ervaring. Hè? Dat is nog wel dat is waar. Dat is waar. Die had alles al meegemaakt. Ja, ja. Nou, ik heb haar bij Oranje wel een keer aan het werk gezien. Toen speelde ze gewoon heel sober. En als ze dat vandaag ook doet, dan hoeft er natuurlijk helemaal geen probleem te zijn. Nee. Hoe heet dat? Vanuit je taken voetballen. Gewoon balletje afpakken, goed staan, inleveren en voetballen maar. Ja, en die spanning, hè? Die Oranje Leeuwinnen hebben nu 2 wedstrijden in een vol stadion meegemaakt. De media-aandacht. Ja, de rest van het team heeft die ontwikkeling al meegemaakt. Ja, nu krijgt zij in één keer alle druk op haar. Nou, dat valt er wel mee. Denk je niet? Ik denk dat er meer op Van der Gracht gelet wordt. Ja, maar die heeft natuurlijk al 2 keer gespeeld, hè? Inval, 2 keer de nul gehouden. Ja. Ja. 2 keer goed ingevallen. Een beetje topsporter gaat goed om met die druk juist, toch? Ja? Die geeft het juiste vleugels. Heb je nooit gehad in je carrière dat je bezweek onder de druk? Of dat je gewoon andere dingen ging doen? Terwijl je tegen jezelf dacht, oh nee, ik moet gewoon focussen. Gewoon mijn taak uitvoeren. Iedere wedstrijd. Oh, sorry. Nou ja, weet ik niet. Kijk, het vast aan het begin wel, tuurlijk. Maar uiteindelijk, die meiden die zijn professioneel genoeg en die kunnen dat. Ja, denk ik wel. Ja. Weet je, het geeft zo'n kick. Het geeft zo'n kick in zo'n stadion. En die meiden die zullen daar alleen maar, en zeker zij, nu krijgt ze de kans. Ik neem aan dat zij sky high gaat. Het is ook gewoon hoe je wordt voorbereid voor die wedstrijd. Door de staf en door je medespelers. En ergens heeft het ook wel het team volgens mij wel wat nodig. Ik bedoel, daar ligt op dit moment de uitdaging achterin. Ja. En er zal iets moeten gebeuren. Ja. Weet je wie er echt moet staan vandaag? Want daar is natuurlijk al veel over te doen. Vivianne Miedema. Ja. Nog steeds niet gescoord. Een beetje aan het zoekende. Vertrouwen blijven geven of op een gegeven moment iemand gewoon prikkelen en zeggen... Nee, nooit. Altijd. Zij moet altijd spelen. Altijd spelen. Ja, maar dat zeg je nou wel. Ja. Alleen, zeg maar, mensen die haar nog nooit eerder aan het werk hebben gezien... en dus gewoon echt blanco er naar kijken, die denken misschien ook van ja... Dit moet het en zij moet altijd spelen. Dat zou je ook dan kunnen zeggen van een captain. En die wordt het eigenlijk maar waarom moet iemand die niet... Nee, ik ben het dus niet met je eens. Ja, nee, ja. Ik ben het wel met jou eens. Oké, ja, want waarom moet iemand... Ben je nou wel of niet met hem? Ja, wel eens. Die moet altijd spelen. Dat is onzin. Want als zij op dat moment niet in vorm is, dan moet ze gewoon gewisseld worden. En datzelfde geldt voor een captain. Dat is best wel een dingetje ook, die je nu niet laat spelen. Ja, maar laat het in ieder geval hopen dat ze de vorm die ze eerder deze week bij Elf Vraag aan, buiten het veld, nu ook binnen het veld kan laten zien. Ga je geel pakken, Vivian? Ik ga geel pakken. Oei, oei, oei. Omschrijf jezelf in maximaal 2 zinnen wat voor type speelster jij bent. Voetballen denk ik heel graag meedoen als spits zijnde. En ja, ik wil gewoon het liefst dicht bij het doel aan de bal komen. Mijn eerste spreekwoord ging over... Dolfijnen. Dolfijnen? Ja. Ja? 100%. 100%. Ja. Wat had je ervoor? Ja, volgens mij een 8,5 of een 9 misschien zelfs wel. Oh, dat is wel vrij goed. Wat is de grootste blunder ooit uit je hele leven? Nou, de eerste keer dat ik hier bij Nationaal aankwam, hadden wij training in het stadion van Excel. En toen ben ik in slaap gevallen, dus heb ik de bus gemist. Ik denk dat dat wel mijn dieptepunt was. En hoe ben je uiteindelijk naar het stadion gekomen? Met de hotelmanager. Scoren met een hakje of scoren met een stiffie? Scoren met een stiffie. Ja? Ja, spitsen goaltje. Wat is het mooiste doelpunt wat je tot nu toe ooit hebt gemaakt bij Oranje? Oranje onder 19. Ja? K-finale, denk ik. Ja, een bal vanuit het middenveld door Kim Moelmans. En ja, de keeper kwam uit, maar uiteindelijk zat ze terug en toen stifte ik hem erover in. Tegen welke verdedigster speel jij niet graag? Ik denk Wendy Renard. Vooral omdat hij uitschuift benen van Frankrijk. Okay. Liever 3 keer een hele lelijke goal of 1 keer een wereldgoal? 3
drie keer een hele lelijke goal. Aanvalster of het woord spitta? Huh? Aanvalster. Wat zeg jij nou allemaal? Spitta, dat is de straattaal voor spits. Ja, ben ik niet cool genoeg. Nee? Nee, wordt hem niet. Aanvalster. Ja. Welke oranje leeuwin zaagt de meeste bomen om tijdens het slapen? Nou, Linette kan er wat van, maar dat is mijn roomie. Ja? Maar volgens mij kan Stefanie van der Gracht ook wel aardig snurken. Stel, je was één dag Sarina Wiegman. Wat zou jij doen? Om zijn nachtje vrijgeven. Oei, kwam het heel veel over. Geeft je geen dagje pijn dan? Ja, af en toe een uurtje. Als we Europees kampioen worden, dan... weet ik er niks meer van de volgende dag. Ja, daarvoor moeten we eerst van de Belgen winnen. En onze grote Belgische vriend Guillaume hangt. Guillaume, goedenavond. Ja, hallo, nu hoor ik je. Ja, goedenavond. Normaal zeg je altijd hoe vol het achter je zit, dat hoeven we nu niet te weten. Het is stijf uitverkocht. Hoe staan de Belgische vrouwen voor vanavond? Wel, ik vermoed dat je naar de opstelling roept. Want ja. Het is hier echt oorverdovend. Ik hoor heel weinig. De Belgische vrouwen spelen met dezelfde opstelling als tegen Noorwegen. Dus ze met 2-0 wonnen. Never change a winning team. Dat is zeker het devies van de bondscoach vandaag. Okay, hoe is de sfeer eigenlijk bij de Belgische journalisten? Hebben ze er een goed gevoel over dat de Belgen zich gaan kwalificeren vanavond voor de volgende ronde? Ik vermoed dat je vroeg naar de motivatie of onze verwachtingen. Wel, in België is iedereen nu wel een beetje mee op de bandwagon gesprongen. En we hopen natuurlijk op een zegen, op een gelijkspel, op een verlies. Maar kwalificatie werkt dan zou dat is er wel iets wat iedereen wenst. De kritische zin is er wel een klein beetje anders. En dat is wel anti-verspel. Okay, en gisteren zei je 4-4, Guillaume. Sta je er nog steeds achter als voorspelling? Ja, nu beginnen die Belgen hier te zingen. Nu hoor ik helemaal niets meer. Maar ik heb wel nog een leuke anekdote over de kleding van onze bondscoach. Die daagde plotseling op tegen Denemarken in pak en das. En hij had die das speciaal door zijn vrouw Leen laten overbrengen naar het spelershotel omdat hij die vergeten was. En hij wou per se met de das coachen. Wel, ze verloren die wedstrijd en tegen Noorwegen was die das plotseling verdwenen. Het weer dat veel te warm was een argument om die das niet langer te dragen, maar kan die op dan. En wat zien we nu? Nu bij een temperatuur van 20 graden, toch eerder wel een jasje zweet, is die das weer al er niet bij. Dus de bondscoach heeft zeker wel zijn bijgelopen instrumentje gevonden. Heel goed. Geen das voor de Belgische bondscoach. Guillaume, dankjewel. Veel plezier. En laten we hopen dat zowel Nederland als België doorgaan. Oké, bedankt. Toch bijgelopen. Gaat toch werken tijdens zo'n toernooi. Ik weet niet of je het helemaal meekreeg wat hij zei over de Belgische coach. De Belgische coach droeg altijd een das. Toen verloren ze de eerste wedstrijd. De tweede wedstrijd had hij niet aan. Het was te heet. En nu bijgeloof weer niet om. Als het werkt voor die man. Ja, precies. Ben je van bijgeloof? Nee. Niet ze? Nee. 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 Nee, ja, nou, jullie doen net of er niemand in de wereld is bijgeloof. Het is wel fijn om een ritueel te hebben of zo, maar dat is wat gevaarlijk, anders dan... Gevaarlijk, hè, om te doen. Ja? Als topsporter, het is best wel gevaarlijk. Want wat nou als je bijvoorbeeld altijd je linkersok iets naar beneden... en op dat moment kan dat niet, of iets vlak voor de wedstrijd, dan ben je de sjaak. Dus het is maar heel verstandig om zo min mogelijk bijgeloof dingen te hebben. Ik heb 4 jaar bij onder Hans Kraaij mogen voetballen, bij Linde. Deze man had zoveel bijgeloof, word je achterlijk van. Maar dat veranderde ook iedere week als je won of verloor. Ze had gewoon elke keer een ander bijgeloof. Eentje? Ja, de eentje. Ik weet dat wij... De bus? Ja, die bus, ja. Prachtig verhaal. Ja, die putter. Ja. Ik zei, wij wonen in Utrecht en dan moesten we elke keer naar Amsterdam. Die kant op. Dus wij mochten wel netjes, we hoefden niet naar Linde te rijden. Dus wij opstappen bij Vianen. En bij Vianen de eerste keer verloren, de tweede keer verloren. Ik zeg tegen Eddie, ik zeg, als jij vandaag niet scoort, dan weet ik zeker dat we hier niet meer mogen opstappen. En hij zegt, hoezo dan? Ik zeg, nou, die kraai is vol bijgeloof. Ik weet het zeker. En wij verloren weer. Na de wedstrijd komt hij aan me toe. Vianen doen we niet meer, Piet. Zegt hij echt. Dus ik zeg tegen Eddie, ik zei het toch? Ik zeg, maar wat kunnen we dan? Moeten we er naar Linde? Hij zegt, nee, maar heb je niets anders? Ik zeg, Breukelen. Ja, dat is goed, zegt hij. Breukelen opgestapt, wonnen we, zegt hij. We pakken Breukelen, Piet, zegt hij. Ja, zeg. Ongelooflijk. Ja. Ja, nou, bijgeloof dus niet voor de mensen hier op de bank. Kennis van het vrouwenvoetbal? Voor een quizje? Ja? Oh, Tessa durft aan. Nou, laten we even... Ja, tegenwoordig. Ik zei voor hun. Ja, succes. Dit is allemaal live, hè? Dit is allemaal live. We zagen jou gewoon allemaal ja knikken. Dit kan je allemaal terug. Red ons. Ik zei ja voor jullie. De quizvraag van gisteren, Tessa, voor jou om mee te beginnen. Welke speelster van alle speelsters die deelnemen aan dit EK... de meeste interland goals gemaakt? Ik zou even...
Ik ga even kijken. Nou, dat is dus Lotta Schellin. Heel goed, van Zweden. Hoppakee idee. Absolute kenner van het vrouwenvoetbal, Tessa Veldhuis. Laten we kijken wie het nog meer goed had. Merel Sandman, gefeliciteerd. Jij wint dit fantastische Leona-t-shirt. Komt zo snel mogelijk jouw kant op. Dan de vraag van vandaag. Welk land was, na het automatisch geplaatste Nederland, als eerste zeker van deelname aan dit EK? Is te doen. Oké. Okay. Is dat je antwoord? Nee, je mag het niet verklappen en gokken. Nee. Doe zo'n gok. Spanje? Frankrijk. Geen idee. Heel goed. Spanje of Frankrijk, als je de mannen aan de overkant denkt te kunnen geloven. Eén van die twee. Hashtag Ekadeling, dan maak je kans op dit fantastische Leona-shirt. Hebben jullie een beetje verdiept in de welke uitkomsten ervoor gaan zorgen wie er wel doorgaan en wie er niet doorgaan? Nou, alleen van Oranje. Winnen of gelijk. Ja. Winnen of gelijk. Noorwegen kan nog halen, hè, als grote favoriet van de pool. 4 keer. Ja, die moeten 4 doelpunten goed maken op België. Maar hoe bizar was het? Ik las het toevallig op NOS. Die 4, of was het NOS, weet niet eens meer. Die 4 opties van Nederland nu na deze wedstrijd. En in de worst case scenario gaat het om het aantal kaarten. Ik had, ik had dat nog nooit gehoord. Sorry, hoor. Maar eerst het doelsaldo, dan de voordoelpunten, tegendoelpunten, onderling resultaat en dan komt fair play. Ik wist dat niet. Er werd ook geloot, hè? Ik wist dat niet. Is er niet ooit een toernooi uitgegaan door loting? Of een ander? Zeker. Ja. Het zou toch bizar zijn als Nederland nu doorgaat omdat ze... De regels. Ja, nou. Eerst het aantal punten, dan het doelsaldo, dan het meest gemaakte doelpunten. Nou, dan als dat nog niet is, doelsaldo op basis van alle groepsduels, meest gemaakte doelpunten. Ja, en dan laagste aantal gele of rode kaarten en positie in UEFA-ranking. Op basis van de laatste 6 jaar. Het is in ieder geval een betere regel dan je fairplay-ranking laten bepalen of je Europees speelt. Ja. Of mocht ik dat niet zeggen? Ja, natuurlijk. Hier mag je alles zeggen. Ja. Bestaat die nog? Voor mij wel. Ja. Toch? Dat was toch altijd een tijdje wel zo? Het is in ieder geval 2 jaar terug, hè? Ja. Ja, West Ham is ook nog een keer gegaan. Zeker. Ja. Maar moeten we ons zorgen gaan maken dat de Noorden het opeens op hun heupen gaan krijgen? Ja, voor Nederland maken het de Noorden niet uit, hè? Niet. Nee. Nee? Of heb je niet zo erg in verdiept? Jawel, natuurlijk wel. Ja, ik was erbij. Ja, zeker. Dat was fantastisch. Nee joh, dat is zo'n... dat gaat toch niet gebeuren? Maar goed, dat kan je vragen. Het kan wel gebeuren. We weten het namelijk nog niet. Nee, wat wel apart is na 2 duels... dat de grote favoriet ook nog niet gescoord heeft. Als enige land op dit hele EK. Ja. Ik vond Nederland aan alle kanten ook de eerste wedstrijd toen. Ze waren nergens te bekennen. Ja, Nederland had dus constant de bal. Bedoel ik. Ja, het spitje is wel aardig hoor. Maar... Wat zeg je? De spit. Ja, Spitta. De Spitta. Ja, de Hinkenberg. Ja, die is wel... Wordt gezien als de beste spits op dit toernooi. Ja. Alleen ja, je kan het dus blijkbaar niet in je eentje. Nee. Denken jullie überhaupt nog dat het fout kan gaan vanavond? Nee. Nou ja, natuurlijk kan het fout gaan, maar nee. Ik zie het niet gebeuren. Volgens de statistieken niet. Toch? Nee? Nou, de laatste keer. Maar dat is dus niet België. De laatste keer, ja. Maar ze hebben veel vaker... Niet die statistieken. Nee, niet die statistieken. Ze hebben veel vaker gewonnen. Oké. Okay. Pieter? Nee, zeker niet. Nee. Hoe goed is eigenlijk jouw trap? Je was een beperkte voetballer, zei je zelf net. Ja, dat sowieso. Maar in de regen was ik altijd goed. In de regen? Je werd toch minder van me verwacht, hè? Nee, maar ik heb tijdens een tripje naar Zweden... Goed, laten we nu laten kijken. Pieter Kuipers en Tessa Veldhuis waren vandaag de kandidaten bij het Toto Voorspelspel. Hoi, ik ben Pieter. Rusland-Duitsland vanavond. Ik denk Duitsland. En daar ga ik op schieten. Ik heb dit te danken aan mijn tijd bij FC Den Bosch, waar het lange halen snel thuis was. En dat is wat je terugziet in deze video. Hoi, ik ben Tessa en ik mag het Toto Voorspelspel meedoen. En de wedstrijd Rusland-Duitsland wordt het. En uiteraard ben ik voor Duitsland, dus ik ga mikken op de... 2. Kak. Jezus. Nou, ik mag toch hopen dat Duitsland het iets beter doet dan ik. En ik wil nog een paar keer proberen, mag dat? Hoi, Wietse van der Goot. In Rusland-Duitsland wordt een 2. Natuurlijk. Ho-ho-ho.
hadden het net over de boot in, wat we met het EK hebben gedaan. En dat heeft me lang achtervolgd. En dit is ook, ja, weet je, dit zijn van die dingen die... Je komt hier naartoe met goede bedoelingen en je wil er wat van maken en dan gebeurt dit. En dan... Ja, ik kondig jou dus niet aan, Wietse. Nee, ik snap heel goed waarom. Nee, ik hoop... Ja, we hebben het nog geprobeerd weg te halen, hè, bij de regie. Ja. Dat ze het niet uit zouden zenden. Ja, net niet. Ja, dit is killing. Killing? Ja. Milan van Dongen heeft het voor elkaar gekregen dat één van zijn pogingen niet uitgezonden werd. Echt waar? Ja, die ging er overheen. Die heeft betaald daarna. Ja, geen idee. Maar ja, hulde. Pieter Kuipers. Ja, Niel. Dit is wel een lekker momentje. Want, maar bescheiden kijk, ook. Ja, oh, heel erg bescheiden. Hoeveel mensen heb je het al doorgegeven dat je raak hebt geschoten? Het staat al op Twitter. Het staat al op Twitter, heel goed. Laten we even kijken naar jullie voorspellingen voor vanavond. Ja, iedereen toch wel Nederland. Het verschilt met gisteren, met de bank van gisteren. Jullie zijn wel echt positief over Nederland. Dus de foto is gewoon tussentijds veranderd. Daar zie je het. Ik heb Tessa Veldteus een andere foto hier laten zien. Ik zie het zetten. Nu en ik praat weer. Dat is toch te grappig? Oké, goed. En ja, volgens deze uitslagen dan gaan Nederland en Denemarken door. Volgens jullie allemaal. Nou, dat zou mooi zijn. Al hoop ik natuurlijk wel stiekem. Al is het al voor Guillaume, de sympathieke Guillaume. Nee. Dat België, daar, Nederland en België allebei door? Ja, tuurlijk. Hou op, joh. Hoezo? Die België hebben voldoende. Wat hebben die dan? Een mannenteam? Niet vergelijken. Ja, niet vergelijken. Niet. Nee, je wilt hetzelfde heten niet vergelijken. Nee, dan ga je het wel vergelijken. Nee, maar het gaat even over wat hebben de Belgen dan? De Belgen hebben een mannenteam. Wij hebben een vrouwenteam. Oké, heel goed. Oh. Is dat echt de nieuwe realiteit? Is hard, hè? Ja, nee, maar... Jij doet wedstrijd van Nederland zelf, toch? Ja, tegenwoordig. Ja, maar ja, dat... Die blijven ze wel organiseren, toch? Je dacht promotie gemaakt hebben dat jij nu de mannen mocht doen. Ja. Maar voorlopig niet. Oké, goed. Elke dag gaat Essie Messi op pad naar het Vondelpark om het daar op te nemen. Ja, tegen iemand anders in het Essie Messi voorspelspel. Vandaag voorspellen we met de Toto-voorspelling van Essie Messi een wedstrijd tussen twee Nederlands sprekende ploegen. Namelijk Nederland en België. En daarvoor staan naast mij... Nederlandse Syriërs, mag ik het zo zeggen? Ja, natuurlijk. Ik ben Mohammed en we zijn... Hoe heet jij? Ik ben Mohammed ook. We hebben twee Mohammeds uit Syrië, toch? Uit Syrië. We komen uit Syrië. En hoe lang wonen jullie al in Nederland? Anderhalf jaar, zoiets. En willen jullie dan nu liever België zijn of liever Nederland zijn in dit potje voetbal? Wat zei je? Liever Nederland. Hoezo? Nederland. Ja, wie zijn? We willen gewoon Nederland. Ja, oké, nou ja, zullen wij dan maar voor één keer België zijn? Ja. 3, 2, 1, go! Oh! Het is een levendige wedstrijd, jongens, je ziet het. Was dat een panna? Ja, dat was een panna! Ja. Heb je dat ze uitgelegd eigenlijk? Ja. Oh. Ja, kijk eens! Oh! Estra staat vrij, hoor. Kijk eens, ja, ik weet niet wat hier gebeurt, jongens. Oh, Estra! Estra heeft hem. Oh! Hey. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt hier? Dit is Van Dongen en een spelletje. Gaat bijna nooit goed. 20 seconden. Ja, tuurlijk! Tijd, ja, blaas maar af. Oh ja. Ja, 4-1. 4-1? Ja, want je hebt ze niet verteld, dat een panna... Oh ja, jongens, een panna was ook 2 punten trouwens. België, ik hoop het. 4-1. 4-2. Ik hoop het niet. Wil je nog wat zeggen tegen je vrienden? Mo en Mo. Oh, bedankt. Dankjewel. Ja, goed, dat is altijd mooi met Sanne. Als ze dat niet presenteert en ze speelt mee, dan is ze net zo warrig. Dus, maar het wordt 4-2 volgens deze voorspelling. Nou, hopen van niet. Laten we daar maar bij houden. Duidelijk. Duidelijk. Goed, dank. Het is nog 5 minuutjes en dan komen de speelsters het veld op in Tilburg. Tessa, dankjewel. Ga je nog naar een wedstrijd toe? Ik heb geen tickets meer. Ik had alleen voor de openingswedstrijd gekocht. Oké. Dus maar? Ik doe bij deze een oproep. Dus er nog tickets zijn waar ze de camera met Tessa? Ja. Ga je dan met iemand mee? Tuurlijk. Nou, als een van onze kijkers... Ik heb 2 tickets waarschijnlijk voor Doetinchem. Kwartfinale. Nou, kijk, dit wordt gewoon hier op de bank. Ja, wil je zo makkelijk, of wil je misschien de andere opties zien met wie je mee kan? Oh, dat of je vind gaat ik ook gelijk met Pieter mee? Ja, precies. Nou, eerst de andere opties altijd even kijken. Nee, leuk. Ja, precies. Okay. Maar kom je dan ook nog een keer langs, als je naar bij een wedstrijd bent geweest? Ik vind het hartstikke gezellig hier. Mag je nog een keer schieten? Yes. Ja? Okay. Pieter, dankjewel. Kijk, de goede timing. De speels staan klaar in de tunnel. Dankjewel voor je komst.
Geen dank. Ja, leuk weer. Ja, dankjewel. Wietse, dankjewel. Alsjeblieft. Geniet nog van je vakantie. Wanneer moet je weer beginnen? Nou, er zitten al wat Belgische potjes tussendoor. Belgische potjes. Ja, maar als de Premier League begint en de Champions League weer, dan begin ik ook weer. Echt van je gaan genieten, toch? Ik hoop het, ja. Jullie bedankt voor het kijken. Ja, nog 5 minuutjes, dan barst het los. Nederland, België. Nou, laten we uitgaan van een goede afloop. Morgen om 8 uur zijn wij er weer met de nieuwe EK Daily.